In de vorige aflevering heeft u gezien dat de voedseloogsten afnemen op het moment dat de piek in de olieproductie bereikt is. Daarnaast geven wetenschappers aan dat klimatologische veranderingen de voedseloogsten verder naar beneden drukken. In deze aflevering besteden wij aandacht aan het functioneren van het klimaat en mogelijke veranderingen in het klimaat. Hoe het klimaat werkt, nou, dat is eigenlijk een simpele vraag voor een moeilijk onderwerp, een heel moeilijk onderwerp. Maar het klimaat wordt beïnvloed door diverse factoren. En die diverse factoren die zijn onderzocht en die zijn dus samengevat in dit kleine boekje. Het gaat over de ijstijd. Ik zal het even openslaan. Eigenlijk zijn er drie elementen die in dit geval van belang zijn. De schuinte van de aardas ten opzichte van de zon. Dat betekent dat de polen in de zomer voldoende warmte krijgen om een gedeelte of een groot gedeelte van het ijs te doen smelten. Zodat ook noordelijke gebieden in de wereld voldoende zonlicht krijgen voor bestaansmogelijkheden voor de mens, voor landbouw en dergelijke. En de afstand van de aarde ten opzichte van de zon. Beide zaken zijn, zo is in het verleden onderzocht, die fluctueren. Dat wil zeggen, die verschillen van tijd tot tijd. En dan hebben we het over periodes van 100.000 jaar. Daarnaast verschilt de afstand van de zon en de aarde per seizoen, in ieder geval in de huidige tijd. In de zomer op het noordelijk halfrond staat de aarde korter bij de zon dan op het zuidelijk halfrond. Dat betekent dat er in de zomer op het noordelijk halfrond meer warmte komt naar de aarde dan op het zuidelijk halfrond. Ook die afstand verschilt per tijd en kan dus veranderen. Maar dan heb ik het nogmaals over een periode van honderdduizenden jaren. Van groot belang voor de korte termijn is de zonneactiviteit. Het is bekend dat in de kleine ijstijd de zonneactiviteit veel lager was dan nu. Nu hebben we te maken met een klimaatoptimum. En de reden daarvan is dat de zonneactiviteit sterk is toegenomen ten opzichte van een periode van 300-400 jaar geleden. Dan heb ik hier een schema van vooral de stand van de aarde, de aardas ten opzichte van de zon. Dit is de huidige tijd. Dit is een grafiek, is een theoretische grafiek, waarin dus de scheefstand 0 is. Waarin de polen noord, zuid helemaal geen zonlicht krijgen in de zomer. Waardoor er dus helemaal geen ijs afsmelt. In deze grafiek zouden de ijskappen heel sterk toenemen. En in deze grafiek zou er bijna sprake zijn van geen ijskappen meer op de polen. Omdat er heel veel zonlicht in de zomer op het noordelijk of in de zomer op het zuidelijk halfrond komt. Een laatste belangrijke factor voor ons klimaat is de warme golfstroom. Die warme golfstroom die wordt gevoed door kouder zijn van de Noordpool ten opzichte van de evenaar. De warme golfstroom waar wij mee te maken hebben, die begint in Mexico, die begint in de Golf van Mexico. Die gaat via het Iberisch Schiereiland naar het noorden. Door het straat van Calais, de Noordzee in, via Noorwegen, eindigt die zo ongeveer op het Schiereiland in Rusland. En daardoor zijn al die havens die aan die warme golfstroom liggen, zijn ook ijsvrij en te gebruiken voor schepen, zowel in de zomer als in de winter. En de warme golfstroom zorgt er ook voor dat het klimaat in die gebieden dus warmer is dan dat je eigenlijk zou verwachten op het noordelijke halfrond. Factoren die het klimaat beïnvloeden zijn dus de zonneactiviteit, warme golfstroom en de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Volgens het VN-rapport van de IPCC, oftewel de Integrated Pollution Prevention and Control, is het klimaat in gevaar. Ja, als je kijkt naar de andere kant van het verhaal, sinds de industriële revolutie zijn we gemiddeld genomen al 0,7 graden gestegen qua gemiddelde temperatuur. Het gaat om een wereldwijd gemiddelde. De effecten zijn al enorm. Dat betekent al 300.000 doden per jaar. Dat betekent al een enorme toename van het aantal droogtes en overstromingen, lawines en andere klimaatgerelateerde natuurrampen.
De schattingen zijn dat het CO2-niveau voor de industriële revolutie op ongeveer 270, 280 ppm zaten. Een ppm is een eenheid voor deeltjes per miljoen CO2 in de lucht. Op dit moment zitten we rond de 380 en dat stijgt nog steeds. Het is ook wel erg waarschijnlijk dat dat de komende jaren nog door blijft stijgen, ook als we nu totaal stoppen met uitstoten. En volgens steeds meer wetenschappers is het veilige niveau om onder te blijven en om ervoor te zorgen dat we op die 2 graden blijven, 350 ppm. En dus daar zijn we al overheen. Dus we moeten alle manieren gaan vinden om verdere uitstoot te voorkomen, maar ook nog om de CO2 die nu in de atmosfeer zit er op een of andere manier weer uit te halen. De mens komt niet meer weg om te zeggen wij zijn niet schuldig aan de CO2. Iedereen weet dat sinds we 1840 zo'n beetje de eerste stoommachine hadden, zijn we kolen gaan verbranden. En ook sinds die tijd is de concentratie van CO2 is langzamerhand opgelopen naar aarde. Nou, je kunt alleen maar tot de conclusie komen dat dat ja, antropogeen gedrag is. Hè? Dat mensen, dat de oorzaak ervan bij mensen ligt. Of dat nou ernstig is of niet, is een ander verhaal. Zelf ben ik daar heb ik daar redelijk veel vertrouwen in, want over 50 jaar gebruiken we misschien geen fossiele brandstoffen meer. Dan is de technologie voor zonnepanelen en voor windmolens en voor geothermie is zodanig dat we dat sustainable kunnen doen, dat we dat duurzaam kunnen doen. We zitten dus nu al boven dat veilige niveau. Maar wat ja, voor een deel gelukkig en voor een deel ongelukkig zo is, is dat er een enorme vertraging in het systeem zit. Onder andere door de manier waarop oceanen CO2 opnemen en door het effect dat dat weer heeft op de gemiddelde temperatuur. Betekent dat de hoeveelheid CO2 die nu in de lucht zit eigenlijk pas over vele tientallen jaren zijn volle effect gaat hebben. En dan pas gaat leiden tot 1,5 graden opwarming. Daar kom je niet meer onderuit. En dat is omdat ja, die processen allemaal heel traag gaan en er allerlei remmen in zitten die niet de hoeveelheid CO2 die nu in de lucht zit onmiddellijk laten leiden tot die 1,5 graden. Ja, voor onze huidige tijd is het belangrijk de warme golfstroom en de zonneactiviteit. Als de zonneactiviteit afneemt, dan neemt ook de warmte af op aarde, die de aarde ontvangt van de zon. En daardoor zal er een afkoeling optreden. De warme golfstroom, als die stopt, dan zal er ook een afkoeling plaatsvinden. En als beide dus zich versterken, dan kun je je voorstellen dat we weer in plaats van een warmer klimaat, in een kouder klimaat terechtkomen. Warmer worden van de aarde tegenover kouder worden van de aarde. Wat zijn nu de beste argumenten voor beide standpunten? Het is wetenschappelijk is ondertussen redelijk onomstotelijk aangetoond dat de mens verantwoordelijk is voor in ieder geval 60% van de temperatuurstijging. En er zitten een aantal natuurlijke fluctuaties in, maar wat er op dit moment gebeurt is niet meer te verklaren vanuit wisselingen in de zonnecyclus of natuurlijke fenomenen. Nou kijk, de theorieën die nu gebezigd worden, die werden we 30 jaar terug, werden die niet gesteund. Want voor 30 jaar terug was er nog een algemene trend in de wetenschap dat de aarde aan het afkoelen was in plaats van dat het warmer zou worden. Nu 30 jaar later zeggen we met z'n allen dat we een probleem hebben met CO2 omdat de aarde warmer wordt. Als je dan tegelijkertijd ziet dat het CO2-niveau in de atmosfeer nog nooit zo'n hoog niveau bereikt heeft, dat betekent dat de 0,7 graden opwarming die we nu gezien hebben echt nog maar het begin is. We gaan zeer waarschijnlijk door naar 1,5 graden opwarming. En waar we absoluut voor moeten zorgen is dat we onder die 2 graden blijven. Want boven die 2 graden gaan er zeer waarschijnlijk een aantal zichzelf versterkende processen in gang gezet worden. Het smelten van de ijskappen, het ontdooien van de permafrost, waar heel veel methaan, wat weer een broeikasgas is, bij vrijkomt. Ja, en op dat moment is alles wat wij aan broeikasgassen in de lucht kunnen brengen kinderspel. En neemt de natuur het over en gaat het echt heel hard. Ik zal niet ontkennen dat de aarde warmer wordt. Dat het temperatuurstijging is. Maar dat is van alle tijden. Ik heb hier een mooie grafiek. En deze grafiek die gaat 10.000 jaar terug. En dan kun je constateren dat wij nu in het jaar 0 zeg maar, te maken krijgen met een klimaatoptimum. Voor een paar honderd jaar geleden hadden we te maken met de kleine ijstijd.
tussen de 2000 en 1000 jaar terug hadden we ook te maken met een klimaatoptimum. In die periode hebben de Romeinen West-Europa kunnen veroveren omdat het warmer was. En in en rond het jaar 1000 zijn in West-Europa de steden gesticht. Dat was alleen nog maar mogelijk als er een klimaatoptimum is. In een klimaatoptimum neemt juist de welvaart toe. En in een ijstijd, kleine ijstijd, of een klimaatdip, laat ik het zo zeggen, neemt de welvaart af. De bevolking in de middeleeuwen, het hoogtepunt van de middeleeuwen, in de 9e en 10e eeuw, is sterk toegenomen. Er waren minder mensen nodig voor de landbouw, minder mensen voor de voedselproductie. En daardoor konden die mensen hun energie vrijmaken voor het bouwen van steden, kathedralen. En dat was ook het geval tijdens de Romeinse periode. 2500 jaar geleden zijn we geconfronteerd met een dip in het klimaat. 4500 jaar geleden was er weer een klimaatoptimum. Zo ongeveer 6000 jaar geleden was er weer een dip in het klimaat. En 6500 jaar geleden wordt er gesproken van een postglaciaal klimaatoptimum. Met andere woorden, klimaatoptima doen zich in een periode van 10.000 jaar in ieder geval 3, maar zelfs 4 of 5 keer voor. Dus het is niet zo uitzonderlijk dat we daar nu mee te maken krijgen met het warmer worden van het klimaat. Wat wel uitzonderlijk is, dat de wetenschap en de publieke opinie, maar ook de politiek, net doet alsof het een fenomeen is wat geheel en al op zichzelf staat. Maar onderzoeken, in dit geval een onderzoek uit 1980, wat ik al gememoreerd heb, wijst uit dat het van alle tijden is. En dat het juist goed is voor de mens en de mensheid dat het klimaat warmer wordt. Daardoor nemen de kansen voor de mensheid en voor het ontwikkelen van de beschaving toe. Denk aan de Romeinse beschaving. Denk aan de middeleeuwse beschaving. Denk aan de beschaving waar we nu mee te maken hebben. Die wereldwijde proporties heeft gekregen. Als je kijkt naar die, wat ze dan in de wetenschap feedback loops noemen. Die processen die klimaatverandering kunnen gaan versnellen. Dan is dat vooral het smelten van ijskappen. Dat betekent dat er minder zonlicht wordt weerkaatst. En er dus meer warmte wordt opgenomen. Dat zie je nu al op de Noordelijke IJszee gebeuren, waar de hoeveelheid ijs op zee extreem is afgenomen. Wat betekent grote donkere zeeoppervlakte, wat heel veel extra warmte opneemt. De andere grote is het ontdooien van de permafrost in Canada en Siberië. Daar komt heel veel methaan bij vrij. En methaan is een extreem krachtig broeikasgas. Wat er ook aan het gebeuren is, is dat de regenwouden dankzij en boskap en klimaatverandering aan het uitdrogen zijn. En dat is een proces wat zich op een gegeven moment zichzelf gaat versterken. Ja, wat gewoon in feite toeleidt dat wat we nu kennen als het Amazonewoud. En een enorm gebied wat enorm nat is, verandert in een woestijn. Je ziet ook dat in de wereld dat er een aantal gebieden zijn die, waar de woestijnen oprukken, waar er steeds toenemende droogtes zijn. Goede voorbeelden zijn het noorden van China, het westen van de Verenigde Staten. Ten zuiden van de Sahara in Afrika is een goed voorbeeld. Australië is een heel droog continent. De woestijnen rukken ongeveer 0,5 tot 0,7% per jaar op van het totale landoppervlak op aarde. Dus ja, als je dat nog 200 jaar laat gebeuren, dan is het alles één grote woestijn. En ook daarbij komen enorm veel CO2 en methaan vrij. En dat is een proces wat we nu al behoorlijk op gang aan het helpen zijn door boskap. Maar wat door gewoon verdere klimaatverandering nog veel, veel sterker wordt aangejaagd. De meeste westerse landen hebben hun klimaatbeleid gebaseerd op het rapport van de Verenigde Naties dat uitgaat van de opwarming van de aarde. Maar hoe betrouwbaar is dit rapport? Nou, ik haal het rapport niet onderuit. Ik weet alleen wat er in de media is verschenen over onderdelen van het rapport die niet juist blijken te zijn. Wat ik bestrijd is dat de onderzoeken over een veel te korte termijn worden gedaan. Dat als je kijkt naar 1980 en nu, toen was er sprake
van het afkoelen van het klimaat, het afkoelen van de aarde. Nu is er sprake van het warmer worden van de aarde. Die twee die zijn tegengesteld aan elkaar, die conclusies. Dus wat is dan een onderzoek nog waard? En over welke periode is dat onderzoek dan gedaan? Een ander punt wat ik belangrijk vind, is dat als het gaat om de conclusies, er alleen nog maar negatieve conclusies ten berde worden gebracht. Terwijl als je kijkt naar het warmer worden van het klimaat, er juist zegeningen zijn te tellen voor de mens en voor de mensheid, in plaats van de negatieve aspecten die steeds benadrukt worden. Tot aan 2 graden betekent al een vorm van genocide. Dat betekent dat het zuidelijk halfrond het aantal natuurrampen extreem gaat toenemen. Dat bijvoorbeeld landbouw in Australië een redelijk onhaalbaar verhaal wordt. Dat belangrijke gebieden in Latijns-Amerika nog verder gaan verdrogen. Bijvoorbeeld al die grote sojaplantages niet langer meer mogelijk zijn. Daar is daar het water niet meer voor. Ja, dus dat heel veel mensen honger gaan krijgen, op drift raken en hele economieën destabiliseren. En dat is alleen nog maar tot 2 graden. Na 2 graden zet je een soort lawine in werking, ja, die eigenlijk gewoon betekent dat een menselijke beschaving zoals we die op dit moment kennen een redelijk onhaalbaar verhaal wordt. En wat dat betreft is die 2 graden een redelijk harde grens die dit ecosysteem aan de mensheid oplegt. De mens vreest altijd de toekomst wat niet gebaseerd is op het verleden. En dat is niet een theorie van mezelf, maar die stamt uit ongeveer 1850 van een Engelse wetenschapper. Mensen zijn bang voor de toekomst. En in de toekomst zouden altijd de gevaren liggen. Maar als je dat baseert op feiten van het verleden, dan is het juist zo dat als het we het hebben over het klimaat en over het warmer worden van de aarde, dat een zegening is, zeker een zegening is ten opzichte van de kleine ijstijd. En dat wij nu in een periode leven van ongekende welvaart, die te danken is aan het warmer worden van de aarde, die te danken is aan het toenemen van de voedselproductiviteit. Wat onvoldoende benadrukt is, dat de mens heel zuinig moet zijn op de planeet en op de mogelijkheden van de aarde. Dat ze die niet moeten verkwisten, niet moeten vervuilen, niet moeten vernietigen. Ze moeten daar juist eerbied voor hebben. Eerbied voor wat de aarde is en voor wat de aarde voortbrengt. Dat wil zeggen dat je niet rücksichtloos de bossen, zeg maar tropisch regenwoud moet kappen. Dat je niet rücksichtloos in Europa alles moet vernietigen en het water moet vervuilen. Dat je eerbied moet hebben voor de lucht. Ik bedoel niet eerbied in de zin van dat je op de knieën moet vallen voor wat de natuur allemaal voortbrengt. Maar ik bedoel eigenlijk meer respect. Respect hebben voor de aarde zoals die dus is, zoals die aan ons gegeven is. En zoals als wij die weer moeten doorgeven aan toekomstige generaties. En dat houdt in dat je moet nadenken van wat je doet. Of je een weg aanlegt, of je een meer drooglegt, of je de visstand ernstig verlaagt, of je walvis zo'n beetje uitmoert, of je de dieren, de fauna vooral, geen kans meer geeft op de aarde om zich te ontwikkelen of een bestaan te hebben en dergelijke. Dat is juist wel heel erg belangrijk. Daar hecht ik wel veel waarde aan. Het is meer de wereld zoals we hem nu kennen die zo drastisch verandert dat er voor ons weinig plek meer is. Nou, je ziet dat bijvoorbeeld de periode waarin olie is ontstaan, een aantal miljoen jaren terug, was dankzij een enorme broeikaseffect. Op dat moment was de aardkorst nog een stuk onstabieler en hadden we veel meer vulkanen. Wat op een gegeven moment een broeikaseffect getriggerd heeft. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat we voor onze planeet ons niet zo heel veel zorgen hoeven te maken.
op een of andere manier is leven haast onuitroeibaar. En dat gaat zich altijd wel weer terugvinden. Alleen of de kans is vrij groot dat we dan bij een van die uitgestorven diersoorten horen. En die net als vroeger de dinosaurussen toen vrij normaal waren en nu totaal verdwenen zijn. Ons economisch stelsel wat wij hanteren is een stelsel van kapitalisme. Kapitalisme dat gedijt eigenlijk bij het hebben van kapitaal. Dus bij het hebben van geld of het hebben van zoveel mogelijk bezit. Er is een eeuwenoude beweging in Europa. Die is eigenlijk zo'n beetje in de Renaissance begonnen in Italië. Waarbij je dus machtige financiers had die goud leenden aan overheden. Dus wat ik wil zeggen is dat het kapitalisme een systeem is waar een toenemende ongelijkheid ingebouwd is. Doordat wij eigenlijk op collectieve schaal allemaal geld lenen van banken. Dus wij werken 10 jaar voor de banken en ruil voor een druk op de knop. Dus dat is een onvoorstelbare situatie. Even nog los van dat alles wat we uitgeven in de winkel ook nog eens een keertje 40% van naar diezelfde bank toe gaat. Dus in feite zitten we in een soort van schuldslavernij en een soort van horigheid naar het bankwezen toe. Dat is de trieste werkelijkheid van onze vrije westerse marktdemocratie.